Wim van der Leegte is de rijkste man van Brabant. De topman van de Eindhovense VDL-groep staat op nummer 16 in de Quote 500. Een lijst met de rijkste mensen van Nederland. Van der Leegte heeft een geschat vermogen van een miljard euro. Hij is niet alleen directeur, maar ook eigenaar van VDL. Met bijna 90 vestigingen in binnen- en buitenland en meer dan 10.000 medewerkers. Op nummer 1 in de Quotelijst staat Frits Koolsmeding. Hij is de oprichter van uit zijn bureau Randstad.